Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag maandag 19 juni 2023. Op mijn Telegram kanaal heb ik een clip gedeeld van Tim Ballard die ingaat op een documentaire die hij heeft gemaakt, Hidden War. Als het goed is, is Mel Gibson daar niet bij betrokken. Dat werd wel, tenminste dat ging wel een beetje rond dat hij daar ook bij betrokken zal zijn. Maar wat ik begrepen heb, is dat niet zo. Maar Tim Ballard heeft dus wel die documentaire, hoe noem je dat, gemaakt. Hij zal dat ook naar buiten brengen. Ik weet niet precies wanneer. Maar The Sound of Freedom, dat is gebaseerd op Tim Ballard's werk. Dat wordt hij gespeeld door Jim Caviezel. Wordt als het goed is, 4 juli komt die uit, zeg maar, wereldwijd. En heel groot, de kans is groot dat hij misschien op Twitter zichtbaar zal zijn. Want Elon Musk heeft al gevraagd of het op Twitter gezet kan worden. Wat natuurlijk ook gebeurde met de documentaire van Matt Walsh, What is a Woman? En die is echt miljoenen keer gekeken. Dus dan bereik je een heel groot publiek. En het is heel belangrijk dat dit naar buiten komt. Dit gaat over kinderen. Dit gaat over handel. Dit gaat over mensen die daar betrokken zijn en die allerlei dingen met kinderen doen. Hij geeft ook aan in die clip hoe het nu genormaliseerd wordt. Hoe er nu een soort trend gaande is om dingen met kinderen, intimiteit, alsof dat heel normaal is. En dat dat allemaal moet kunnen. Nou ja, meerdere mensen hebben het natuurlijk al in de gemeenschap erover gehad. Dat die hele agenda die overal er doorheen geduwd wordt, dat die uiteindelijk is om gewoon een normalisering van dingen met kinderen doen. En het is afschuwelijk. Heel belangrijk dat hij nee tegen wordt gezegd. Je ziet het ook aan die gratis lespakketten die vrij kwamen. Hè, die we zeg maar op scholen werden gegeven van de lentekriebels. Met, nou echt dat je denkt, dit hoort helemaal niet thuis op scholen met kinderen, met hele kleine kinderen. In Amerika is dat ook al een tijdje bezig, dat ze van allerlei dingen willen leren aan kinderen. En deze zeg maar, documentaire gaat echt over de handel van kinderen die uit vluchtelingenkampen meegenomen worden. Of gewoon ergens meegenomen worden en dan over de hele wereld verhandeld worden. Het is echt verschrikkelijk wat dat betreft. Maar het is belangrijk dat dit naar buiten komt. Dus daarom heb ik hem ook gedeeld. Ik zag ook dat John Campbell, Dr. John Campbell, zit op YouTube. Heb ik ook een clip van gedeeld. Die heeft gekeken naar myocarditis en een studie uit Korea is nu gebleken dat het helemaal niet zo onschuldig is, die steek. En dat het helemaal geen milde vorm is of dat het een uitzondering is, weet je, dat je dat zou krijgen van de steek. Komt duidelijk naar voren dat er ernstige gevallen zijn en dat het helemaal niet zo'n, ja, zeldzame bijwerking is. En die heb ik ook gedeeld op mijn Telegram kanaal. En ik raad ook mensen aan om hem op te zoeken op YouTube. Dr. John Campbell. Die bekijkt naar, kijkt gewoon heel veel op het gebied van de steken. En wat er nu naar buiten komt. En welke onderzoeken er zijn gedaan. Maar ik denk dat er nog meer onderzoeken gaan komen. Volgens mij uit Japan. Daar zijn ze ook al bezig met allerlei dingen. En volgens mij ook met rechtszaken. Wat ik een beetje begrepen heb. We wachten het af, maar we gaan natuurlijk steeds meer van dit soort dingen zien. Dus dit is een beetje wat ik gewoon sowieso mee wilde geven. Eigenlijk wil ik in deze video gaan kijken naar die A-status die in één keer is vervallen. Ja, wonderlijk, wonderlijk. We gaan even kijken. Dit is het kabinet. Schrapt A-status van wat er rondgewaard heeft, waardoor maatregelen mogelijk waren. Daar was eigenlijk alles op gebaseerd. Dus als die status er niet was, waren die maatregelen helemaal niet mogelijk. Het is heel bijzonder dat ze dat ook net op voor natuurlijk de zomerreces doen. Want ja, een heleboel mensen gaan natuurlijk zometeen betrokken bij het parlement. Die gaan natuurlijk zometeen op vakantie. En dan komen ze terug en dan ligt er natuurlijk een dikke laag met dossiers bovenop. Dus dit wordt er een beetje doorheen gemoffeld. Dat doen ze wel vaker. Dat zag je ook voor de kerst, dan gooien ze er nog even een paar dingen voor, voordat het reces begint. Heel interessant, ik had ook een artikel van 9 News, waarin werd aangegeven, A-status vervalt toevallig, tussen haakjes, net na aannemen van de Mie in de Pan-wet. Het is allemaal zo geniepig, stiekem en evil. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ga gewoon even naar die energie kijken. Ik vind het wel aan de ene kant ook niet raar dat ze dat er nu nog even doorheen gooien. Want
zoals ik al aangeef, het is natuurlijk nu bijna reces. Dus ja, er gaan niet een heleboel mensen hier nog helemaal bovenop springen. Dat is ook de bedoeling. Maar ik wilde toch even de energie bekijken. Want het is ook bijzonder dat dat natuurlijk nu naar buiten komt. Want iedereen legt natuurlijk gelijk de link met de Me in the Pan wet. Denk ik, ja. Misschien worden we juist gewezen op dingen. Of tenminste voor de mensen die het nog niet helemaal begrepen hebben. Dus ik ga gewoon even kijken wat de energie daaromtrent is. Over die A-status die dus nu is komen te vervallen. We hebben de zegenwagen. We hebben het oordeel als centrale kaart. We hebben bekers 8 in het verleden. We hebben bekers 9 onder het oordeel. We hebben staven 7 in de toekomst en zwaarden 9. Ik trek nog even een extra kaart bij. Ja, dat bekers 5, dat hoort bij die zwaarden 9. We hebben hier 2 grote arcana kaarten. Dus dit is eigenlijk weer, dit is mijn wakker worden kaart. Dus dit heeft ook weer met het laten zien van dingen hoe dat loopt. Ik denk ook echt dat het duister dit bewust zo gedaan heeft hoor. De poppetjes die weten niet beter. Die denken we duwen dit er nog even doorheen voor de reces. We hebben die me in de pan wet. Wat kan ons het schelen? Maar dit wordt nu wel zichtbaar. En het is natuurlijk, ligt er nu wel heel dik bovenop. En ik denk dat dat precies de bedoeling weer is. Het wordt weer heel extreem eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, naar buiten gebracht. Ik denk dat mensen ook denken van wacht eens even, we hebben net die Me the Pan wet. En nu blijkt dus dat die status helemaal niet klopt. Waar is die wet dan op gebaseerd? En we weten sowieso al met die maatregelen dat het helemaal niet noodzakelijk was. We hebben het zelf meegemaakt dat het uiteindelijk allemaal meeviel. Dus dit is eigenlijk, we gaan hier nu van weg, maar dat moet eerst wel zichtbaar worden. En zeker met deze kaart. Het is eigenlijk een soort wenskaart. Dus ik denk eigenlijk dat dit alleen maar in het voordeel werkt van de zogenaamde mensen die dit al jaren wisten wat eraan ging komen. Want dit bevestigt alleen maar dat het natuurlijk allemaal onzin was. Wat dat betreft zetten ze zichzelf volledig te kijk. Als ik hun was, hadden ze even kunnen wachten voor het kerstreces en de dampers doorheen duwen. Waarom moet het er nu doorheen geduwd worden? Maar ik las wel iets van in dat artikel van 9 News dat ze geen juridische dingen willen oplopen. En dit is dan hun manier om het te ontwijken. Ik moet eerlijk zeggen, ze leggen er nu juist de nadruk op. Dus volgens mij heeft dit juridische gevolgen als die status komt te vervallen. Want waar is die Me in the Pan wet dan eigenlijk op gebaseerd? Maar goed, we zien dus in de toekomst dat, ja, dit is eigenlijk ook weer de kaart van, mensen staan veel gunstiger dan we eigenlijk denken hierin. Ik denk ook dat dit alleen maar laat zien hoe dit in elkaar zit. Het zal mensen ook denken die beginnen daarover na te denken. Die denken, hier klopt helemaal iets niet. En er komt ook steeds meer verdriet van de gevolgen van de steken. Zoals die onderzoeken die nu naar buiten komen. Die ook gedeeld worden massaal op Twitter. En het wordt niet meer onderdrukt. Dus al die dingen kunnen nu vrijelijk rondgedeeld worden. Mensen zien dat ook. Ze willen het misschien niet zien, maar ze zien nu dat er gewoon ook onderzoeken naar buiten komen. Zoals diegene uit Korea. Het zou me niet verbazen als er uit Japan ook nog onderzoeken gaan komen. Of dat er al onderzoeken uitgekomen zijn. Volgens mij is er ook een bewezen dat er een jong meisje overleden is door de steek. Dat kwam volgens mij uit Japan. Dus er is veel angst. Komt er nog. Mensen gaan dit niet pikken. Dit valt heel slecht. En dat is ook precies de bedoeling volgens mij. Dus dit is ook heel bewust dat dit nu naar buiten gebracht wordt. Dit heeft met verdriet te maken. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen. Ja, we zitten nu echt in een. Ik hoor nu steeds meer uit mijn omgeving en mensen die ik ken, dat er nu steeds meer gevallen zijn van mensen met een speciale, bepaalde ziekte die in één keer er is en ook helemaal uitgezaaid. Dus er is ook geen. Er valt ook niets meer tegen te doen. Dat zul je nu steeds meer zien. Dat dus blijkbaar ook iets is wat bij de steek natuurlijk hoort. Ik hoor heel veel over vermoeidheid. Van die kwakkelende klachten. Dus mensen die het hebben genomen. Die zijn eigenlijk helemaal niet meer beter geworden. Die blijven kwakkelen. Die gaan van de ene
huiduitslag naar dan weer dit. Allerlei van die vage klachten hebben ze. Dus dat begint nu mensen ook op te vallen. Sommige mensen zullen nooit die link leggen. Want dat gaat gewoon tegen hun systeem in. En daar willen ze helemaal niet aan, hè, die cognitieve dissonantie. Maar we zien ook met dit soort zaken en acties dat dat nu naar buiten komt. Dat mensen natuurlijk wel even achter hun oren gaan krabben. Van wacht eens even, die status is weg. We hebben wel een mie de pan, hè, in de pan wet. En die was gebaseerd op dat het zo ernstig zou zijn. Maar nu blijkt het helemaal niet zo ernstig te zijn. Ik denk dat het alleen maar meer mensen wakker gaat maken. Die denken, hé, wat is hier nu echt aan de hand? Maar ik denk dat uiteindelijk mensen dit ook helemaal niet meer gaan pikken. En ik weet ook niet hoe ze dit er nog doorheen zouden willen duwen. Ik denk dat er nog wel iets komt waardoor we worden opgesloten in ons huis. Maar dat zal volgens mij meer vanuit de witte hoede komen om poppetjes op te gaan ruimen. Maar ga er wel vanuit dat ze natuurlijk vanuit de duizend nog proberen via klimaat, via een nieuwe crisis op gezondheidsgebied dingen voor elkaar te krijgen. Maar ik denk niet dat ze ver komen. En zoals we staan vele malen gunstiger. We hebben de afgelopen 3 jaar al meegemaakt en een heleboel mensen zien natuurlijk in dat al die maatregelen eigenlijk onzinnig waren. Zoals een avondklok. Volgens mij zag ik nog een artikel over dat Rutte dat nog aan het verdedigen was. Terwijl het natuurlijk helemaal nergens op sloeg. Ze slaan helemaal door. En door dat te laten zien, worden mensen ook weer wakker. Dus ook weer een kans om mensen weer wakker te maken. Maar goed, dat is altijd aan degene zelf hoe ze daarmee omgaan. Maar er komt nog wel heel veel verdriet hierover naar buiten. Over die steken en wat dat allemaal voor consequenties heeft gehad. We zien nu ook, er kwamen ook meer artikelen de afgelopen periode over hoe scholieren ermee omgegaan zijn, de jongeren, wat voor klap dat heeft opgeleverd voor hun. En die schade voor kinderen is gewoon niet te overzien. En dan heb ik het nog niet eens over de schade aan de middenstand door al die maatregelen. Aan winkeliers, mensen die echt proberen rond te komen, die moesten alles sluiten, die moeten nu ook gaan terugbetalen. Nou ja, alsof ze in 1 keer nu binnengelopen zijn toen het wel allemaal weer open ging. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dit is echt, ze zijn bezig met de vernietiging van. Maar we staan gunstiger. Dus wees niet bang dat het zover gaat komen. Maar de duister gaat dit nog eventjes doorduwen. Helaas. Ze zullen er nog wel even proberen dit soort dingen door te duwen. Maar het gaat ze gewoon niet lukken. Dus dit wilde ik nog even over die A-status. En ik wilde natuurlijk ook nog even gaan kijken naar de komende week. Wat is de energie van de komende week? Hé, daar vliegt er eentje uit. En die vliegt er ook daadwerkelijk uit. De zon. Nou, dat is een positieve kaart. We hebben de afgelopen tijd hier in Nederland ook heel veel zon gehad. Maar goed, de zon is wel interessant voor komende week. Dus dat belooft in ieder geval wat goeds. We hebben Pentakels 2 voor de energie van deze week. En de Hoge Priesteres. En voor advies voor deze week hebben we Zwaarde 2. We hebben de Ridder van Pentakels en we hebben de Ridder van Staven. Dit is eigenlijk het advies. De energie is eigenlijk vrij gunstig. Ik denk ook dat er meer dingen te zien zijn. We zien nu al die beweging dat er gewoon heel veel informatie nu naar buiten komt. Dat het alleen maar positiever zal zijn, ook met kinderen. Want daar staat deze kaart ook voor. En ik gaf al aan natuurlijk die clip over Hidden War en The Sound of Freedom. Als het goed is, rond 4 juli komt die tenminste naar buiten. Kunnen mensen het ook zien en misschien ook wel op Twitter. Zou mij niets verbazen, want dit is heel belangrijk dat dit zichtbaar wordt en dat mensen dit zien. Maar goed, voor dit aankomende week denk ik dat er nog wel wat dingen met kinderen naar buiten gaat komen. Maar ook dat er een nieuwe, andere energie is. Een stuk positiever. En ik moet zeggen, ik voel me ook wat dat betreft anders. Dus volgens mij, gisteren was het nieuwe maan. Dus dat betreft denk ik dat we ook deze week heeft ook met meer balans komen. Ik denk dat er gewoon meer dingen naar buiten gaan komen die alleen maar op een positieve manier veranderingen gaan aanbrengen. Maar we hebben ook de Hoge Priesteres. Denken we dat er weer schandalen, geheimen naar buiten gaan komen. Want de Hoge Priesteres gaat natuurlijk over die sluiers. Voor mijn gevoel gaan wegvallen, zeker met de zon, in combinatie. Dat zal allemaal steeds meer naar buiten gaan komen. Dus aankomende week denk ik dat we een vrij positieve week, in ieder geval voor degene die natuurlijk in een wakkere gemeenschap zitten, omdat er gewoon steeds meer naar buiten gaat komen, wat uiteindelijk ook positief zal zijn voor de mensheid.
Want het is belangrijk dat we de waarheid horen, de waarheid zien, dat we er ook mee om leren gaan. Dat is aan ieder van ons hoe we daarmee omgaan en wat we ermee gaan doen. Er zullen mensen blijven vasthouden aan hun manier van denken, die dat niet willen horen, niet willen zien. Ik denk dat die het nog heel zwaar gaan krijgen. Maar dat is gewoon wat het is. Je kunt niet iemand dwingen, gelukkig, om anders te gaan denken of anders dingen te gaan zien. En dit is ja, wel belangrijk. Ik denk dat er nog wat dingen, gewoon schandalen naar boven komen. Geheimen, zeker met die hoge priesteres. Maar we gaan gewoon steeds meer een positievere kant op. Dat is mijn gevoel. We gaan steeds meer dingen zien die gewoon belangrijk zijn en die veranderingen kunnen aanbrengen. Het advies is om vooral te vertrouwen op onze intuïtie. Dus ons niet te laten afsluiten. Dus wat er om ons heen gebeurt, blijf dus heel goed bij jezelf. Laat dingen ook in elkaar klappen om je heen als dat zo is. Misschien in je omgeving. Maar blijf bij je intuïtie. Vertrouw gewoon dat het echt goed komt. Er wordt een plan uitgerold. En ook voor onszelf is het belangrijk als ridder van pentakels. En dat vind ik wel bijzonder. We hebben dus de ridder van pentakels en de ridder van staven. De ridder van staven is enthousiast. Gaat overal op af. En de ridder van pentakels kijkt gewoon eerst eens even. Ja, maar wat wil ik nu eigenlijk gaan doen? Dus ik denk dat het advies voor de komende week ook is om een soort balans te vinden in wat wil je nu echt gaan doen? Waar word je een beetje enthousiast van? Ga dat ook doen, maar bekijk dingen ook eerst even heel goed voordat je stappen gaat zetten, voordat je deze ridder, deze energie in gaat zetten om dingen, weet je wel, op gang te brengen. Dus ga ook eerst even goed kijken, goed contact met je intuïtie en zet dan dingen in. Ik denk dat het een hele mooie combinatie is. Dat je niet als een soort impulsieve kip zonder kop overal ingooit. Maar dat je gewoon eens even, oké, waar word ik enthousiast van? Hoe kan ik dat van de grond krijgen? En volg daarin dus je intuïtie. Heel belangrijk. Want daarmee kun je ook dingen neer gaan zetten. Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren. En daarom benadruk ik ook schaduwwerk en ook lichtwerk. Want het is ook belangrijk dat we onze lichte kanten gaan accepteren. Want we zitten zo gefocust op die stukken, die duistere stukken die we natuurlijk willen oplossen uiteraard. Maar vertrouwen op onze kracht, zien waar wij blij van worden, is net zo belangrijk om dat in evenwicht te brengen. Het gaat om de balans tussen licht en duister. Dus niet dat je alleen maar op één ding focust en het andere helemaal niet. Het gaat om die balans te creëren in jezelf. Want van daaruit kun je dingen gaan manifesteren en kun je dingen van de grond krijgen. Als je je goed aardt, goed in contact bent met je intuïtie, kun je echt dingen neer gaan zetten. En op vertrouwen, omdat je dan je intuïtie volgt, ontmoet je de juiste mensen komen. Juist de dingen die je nodig hebt op je pad, die trek je dan ook aan. En je voelt gewoon, oh, ik moet nu dit doen of ik moet deze stappen zetten. En het loopt dan ook. Als je stappen gaat zetten vanuit frustratie, vanuit woede, vanuit angst, dan zal je eigenlijk altijd die angst terugzien of die woede terugzien. Dan zal je weerstand tegenkomen in de wereld om je heen. Daarom is het zo belangrijk om eerst die balans in jezelf te vinden, zodat je daarin gewoon beter dingen kunt gaan manifesteren. Omdat dat dan vanuit je kracht komt, vanuit je intuïtie en niet vanuit andere stukken. Dat zal alleen maar tot meer frustratie leiden, tot meer angsten leiden. Dat zal je alleen maar vastzetten in een bepaalde energie. Daarom is het zo belangrijk. Heel belangrijk, je intuïtie goed volgen. Kijk waar je enthousiast van wordt. Ga kijken hoe je dat neer kunt gaan zetten. Hoe je daar handen en voeten aan kunt geven. En ga dan aan de slag. Ga dan gewoon, huppakee, er tegenaan. Dus dit wilde ik eigenlijk even meegeven. Hopelijk tot de volgende video.